En bij een aanrijding gisteravond op de Oost-West-verbinding te Peperpot komen wijnen, is de autobestuurder Iwan Landi komen te overlijden. Inspecteur Humphrey Naarden zegt dat het voorlopig onderzoek heeft uitgewezen dat Landi de veroorzaker is. Hij kwam vanuit Meerzorg en reed richting Tamarije. Bij een inhaalmanoeuvre kwam hij op de rijhelft van zijn tegenligger met de aanrijding tot gevolg. In beide auto's zaten er twee personen. De andere chauffeur en de twee mede-inzittenden zijn met de ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. De districtscommissaris van Kommerwijnen, Rajab Mohamed Safiq, zegt dat binnen 24 uur twee aanrijdingen op dezelfde plek hebben plaatsgevonden. De DC wil graag dat de verkeersdeelnemers hun gedrag veranderen, maar vindt ook dat er meer wegmeubilair in het gebied moet komen. Waaraan denkt u dat het ligt? Ik denk meer aan de verlichting. Er is geen straatverlichting hier. En mensen rijden zo hard in de tijd wat het nadert van de COVID-afsluiting. En men is bang dat men het brug van de Bosjebrug niet haalt tegen 8 uur. Dus men gaat met een grote snelheid over de straat. Maar het rijgedrag van de burgers speelt ook in deze. Wat wij gaan doen is van, samen met de politie en ons districtscommissaris dat ik een onderbouwing ga zetten voor de minister. En dat hij de EBS vraagt zo gauw mogelijk die straatverlichting in die kleine stukken hier te plaatsen. Want er is geen stroom voor verlichting. Men zal dan via de hoogspanning iets moeten creëren. Desnoods met zonnepanelen. Mohamed Safiq drukt de gemeenschap op het hart om rekening te houden met de tijd. Hij vindt het jammer dat mensen bij nadering van de avondklok zich haasten over straat met alle gevolgen van dien. Als je van huis uit vertrekt en je weet dat je 8 uur thuis moet zijn, dat je eerder van huis vertrekt om de plaats van bestemming aan te komen. Want het kan niet zo doorgaan. Binnen 24 uur. Gisteren was het ook ernst dat die auto in tweeën brak en vandaag weer twee auto's die helemaal totaal is verklaard. Waarbij dan een dode, dit kan niet, dit kan niet. We moeten nu gaan denken en werken aan onze eigen attitude. Je ziet het, wij moeten veilig stellen voor ons en voor onze medemens. Als u in de auto zit, denk niet dat u alleen in de auto zit, maar dat tegenpartij ook rekening houdt. Een stukje defensive drive moet je hebben en dat moet gecreëerd worden nu. Aldus DC Rajab Mohamed Safiq van Kommerwijnen. We spraken hem gisteravond in Peperpot, waar een aanrijding met dodelijk afloop plaatsvond.